gesprek. Ja. Hallo, leuk dat je weer kijkt. Ik ben nog steeds op het Vlogmeal event. Kijk even de vorige vlog als je niet weet waar ik het over heb. Ik zit aan met een ontbijtje in het Generator Hostel. Dit is mijn ontbijtje, snel en simpel. Want zometeen moet ik wel weer door naar de volgende masterclass. Ja. Samen met mijn vriend ben ik een duo, we zijn inmiddels weer op het parkeerterrein, dus de L'Oréal University zit er weer op. En de batterij is leeg, dus het komt goed uit. Ik ben weer thuis. Ik heb even mijn knot uitgedaan, want ik krijg er echt hoofdpijn van vaak. Van knotten. Ik heb best wel veel en dik haar en dat gaat dan echt trekken aan mijn hoofdhuid of zo. Ik heb ook mijn lippenstift eraf gehaald. De paarse kleur was wel heel vet, maar hij blijft niet zo goed zitten. Het zijn de Mua Velvet Liplakkers. Ik weet niet hoe het uitspreekt. En ja, die gaan er gewoon best wel snel af voor een liquid lipstick. En zeker als je zo'n donkere lipstift op hebt, ziet dat er dan niet echt heel erg fraai uit. Marielle die zit hier te werken. Hi. We zijn even ons eigen ding aan het doen. Ik ben een vlog aan het bewerken. De vlog is aan het renderen. En wij gaan Manhart 2 kijken. Hoi! Twee vlogs geleden hebben jullie kunnen horen dat ik vertelde over mijn nagelbijtprobleem, om het maar even zo te noemen. Het was best wel eng om dat te publiceren, want ja, ik heb me echt wel kwetsbaar opgesteld, mag ik wel zeggen, denk ik. En dat is altijd gewoon een beetje eng. Maar gelukkig helemaal geen vervelende reacties, alleen maar goede tips en supportive comments, dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik kreeg ook een mailtje van een meisje dat in een kliniek is geweest in Nijmegen en daar heel veel baat bij heeft gehad. Dat is een kliniek voor angst- en dwangstoornissen, als ik het goed onthouden heb. En zij zei, ja, je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig. Dus toen ik dat mailtje kreeg, dacht ik, nou, ik ga gelijk de daad bij het woord voegen en de huisarts bellen. Dat heb ik gedaan, daar ga ik zo naartoe. Het is nu 4:05 en ik heb om 4:00 een afspraak. En nou ja, misschien had ik niet per se naar die kliniek in Nijmegen of misschien kan het ook wel in Arnhem bijvoorbeeld. Maar nou ja, de eerste stap is toch naar de huisarts gaan, dus dat ga ik nu doen. Ja. Ik heb een afspraak gemaakt bij de psycholoog, dus ja, wordt vervolgd. Ik ga me nu klaarmaken, of eigenlijk niet klaarmaken, ik ga nu gewoon naar Hans lopen. Hans is een restaurantje. Van iemand die Hans heet. En daar ga ik vanavond eten met Marielle. Want Marielle is komend weekend jarig. Maar dan ben ik waarschijnlijk allemaal een beetje druk met spullen pakken en zo. Wat is Manchego? Kan je mij vragen? Ja, jij hebt toch stand van eten? Manchego is Spaanse schaapkaas. Ik heb lekkere salade met eendenborst. Nou ja, hoop en frietjes. En jij hebt iets met kaas. Ja. Weet je het ook weer? Manchego? Manchego. Manchego? Toetje! Ik heb panna cotta, of wij eigenlijk. Maar jij leeft het ook. En wat is dit ook weer? Ik weet niet meer. Cheesecake? Oh ja, cheesecake. En brownie. Het is 12:15 en Marielle is net naar huis. We hebben nog even doorgekletst bij mij thuis. Dus was wel heel gezellig. Ik geniet er echt zo van dat het gewoon zo lekker weer is. Ik ben echt heel erg gemaakt voor dit weer. Sommige mensen die worden echt heel erg chagrijnig van die hitte juist. Maar ik word er heel erg blij van. Dat ik gewoon nu nog in een hemdje naar buiten kan lopen om het afval weg te brengen zonder dat ik het koud heb. En ik heb het echt heel snel koud. Maar ik ga nu lekker slapen, want ik heb morgen om 9:15 een afspraak bij de nagelstylist. Ik ga mijn kunstnagels laten bijvullen, want ik heb na 2 weken best wel uitgroei. Dus dan zijn die weer netjes voordat ik op reis ga. Goedemorgen! Ik had het gisteren nog over mooi weer, maar nu regent en onweert het gewoon. Kijk. Ik laat ze bewust een beetje op een kale ondergrond zitten nu. Omdat het gewoon veel te warm is. Ik heb gisteren weer een pakketje gekregen.
ga ik nu uitpakken. Ik weet al wat daarin zit. Hij is van River Island. Tof, toch? Ja, dat is wel super vet, ja. Zo, daar gaan we weer. Mijn nagels bijvullen. Nou, laat eens even kijken. Nou, we zien heel duidelijk dat je uitgroei hebt. Dit is je echte nagel en dit is acryl. Dus ik ga kijken waar de lifting is en waar lucht is. En dan gewoon weer mooi op maat veilen aan bijvullen. En dan ik vind dit wel een mooie lengte. Maar goed, als dit weer 2 weken meegaat, dan wordt het nog langer natuurlijk. Ik zie dat je nagels wel heel snel groeien. Ja, als dit voor 2 weken is, je hebt gelijk. Ja. Wat had je dan verwacht? Nou, ik vond het er super professioneel uitzien allemaal. Dat vind ik wel heel leuk om te zien. Want ik volg nooit een vlogger, zeg maar. Maar nou ja, mooie shoots ook, leuke foto's op het strand. Nee, dat doe je goed. Dank je. Leuk. Ben je tevreden? Ja. Ja? Ja. Goed zo, ik ook. Ah, jongens, wat een scheidweer is dit. Ik hoop echt dat het morgen beter is, want ik wil morgen nog even outfitfoto's maken voordat ik op reis ga. Maar niet met het weer. Nou, gelukkig schijnt de zon weer. Mijn kapster is onderweg naar boven, want ik krijg nieuw haar. Nou, niet nieuw haar natuurlijk, maar mijn haar wordt geknipt en ik denk ook wel gekleurd. Of in ieder geval ontkleurd al, want ik wil nog steeds graag wat blonder. Maar ik ga even met haar overleggen, want het is nu natuurlijk al een aantal keer ontkleurd. En dat is natuurlijk niet goed voor je haar. Het is ook best wel droog ervan geworden. Dus ja, ik ga even horen wat zij ervan zegt. Ik krijg in mijn lengte wat ontkleuring. In mijn punten niet, omdat die daar gewoon te droog voor zijn waarschijnlijk. Dus ja, wel vanaf de aanzet eigenlijk. Ja, dat wel. Ja. Tot hier alleen ongeveer, dan, ja. Die uiterste punten blijven eruit. Ja. Maar die zijn ook al blond, dus die hebben het ook het minste nodig. Ik ben weer een blondie. Nu nog even knippen. Dan ben ik alweer klaar. Nou, wat vinden jullie ervan? Nog blonder. Ja, ik vind het mooi. Jij? Ja, heel mooi. Ja. We zitten op het terras bij Caspar in Arnhem. Want we gaan nog eventjes samen uit eten. Omdat ik natuurlijk maandag weg ga. En Bas mij heel erg gaat missen, toch? Ja. Dat hoop ik. Dus nog eventjes quality time. Bas die gaat runde ribeye eten, toch? Ja. En ik de dorade. De champignonsoep was op, dus nu heb ik brood met dip. Gaat er ook wel in. En Bas heeft kippendijtjes. Mm-hmm. En Bas zit? Ja. We zijn even naar binnen verplaatst, want het vond het een beetje koud worden. Het ziet er wel een beetje evil uit, weet je ook niet? Ja. Ik heb het boven in mijn eigen. Ja, je hebt een hoop laten staan, ik heb het eruit gekregen. Zo, we zijn uitgegeten. Hier op weg naar huis. En ik ga de vlog afsluiten. Dus, bedankt voor het kijken. Vond je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Doei.